aan het draadje op je wang. Ach kindje, kom maar eventjes bij mij, dan droop toch bij je traantjes. Samen zijn we veilig en ik laat je niet alleen. Bij opa kun je al je traantjes kwijt, dus kom maar gauw bij mij. Ga maar rustig liggen, ik blijf totdat je slaapt. En ik zal een heel mooi liedje voor je zingen, over de hele leuke dingen. Mijn kindje heeft verdriet, dat zie ik liever niet. Er zou nog een jingle voor hem komen, maar ja, gezien de vakantieperiode is dat nog niet helemaal geslaagd. Tenminste, ik heb hem nog niet teruggevonden in mijn map. Mogelijkwijze ligt hij al bij de programmaleiding, maar die moeten hem eerst even goedkeuren. Dus doen we het even zo. Iedere zaterdagochtend presenteren wij de regioartiest. De regioartiest is een blad wat gratis opgehaald kan worden. Komt één keer in de twee maanden komt het uit, als ik me niet vergis. Ik zal het zo even toelichten. Helemaal goed. Zal ik je gewoon aankondigen. Johan Albers, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Hoe zit je snee? Die snee zit er nog. Die zit er nog? Ja, wat maar die hebben we allemaal, die snee, hè? Ja. Maar jij hebt een extra snee, want je bent geopereerd aan je knie. Ik ben geopereerd aan mijn knie, ja. En daarnaast is het zo dat dat was al de 14e keer overigens. Aan je knie? Aan mijn knie, ja. En nu is de vraag naar haar, ja, heeft het geholpen, heeft het niet geholpen? Ik ga vanuit van wel, je moet positief blijven. Ja. Dus het is nu 6 weken echt mijn eigen behelpen met krukken en rustig aandoen en leren buigen en opnieuw leren lopen. En ja, dan komt het weer goed, okay. Hoop ik. Nou, we hopen met je mee. Ja. Ja toch, regioartiest. Geef even een korte blik over wat we kunnen verwachten van regioartiest. Ik heb de eerste uitgave gezien en die klonk als een klok. Ja. Ja, en je hebt wel besloten door het vele werk wat eraan zit om er niet een maandelijks uitgifte van te maken, maar een twee maandelijks uitgifte. Inderdaad. Nou, nu is het zo dat de eerste uitgave was in juni. Mm-hmm. En ik wilde eigenlijk wel per maand gaan uitbrengen, maar nu is het zo, kijk, adverteerders moeten natuurlijk ook een blaadje betalen. Het is voor mij puur een hobby. Ja. Ik bedoel, ik word er niet rijk van, mocht je dat denken, totaal niet. Het is echt een hobby om, de Nederlandstalige artiest te promoten. Mm-hmm. Hetzelfde wat jullie doen, wat Charles doet, wat iedereen eigenlijk doet. Ja. In mijn blad wilde ik ook echt geen roddels. Ik wilde gewoon puur verhalen, recht uit het hart, zoals mensen zijn. Mm-hmm. Ik moet zeggen, de eerste uitgave is echt goed gelukt. Ja. Maar je kent de uitspraak, tieten bloot, handel dood. Ja, dat is natuurlijk even lastig, want mm-hmm. adverteerders moeten het blaadje wel betalen. Ja, precies. En dus heb ik samen met mijn liefstallige vrouw Jet besloten om in juli en augustus het even niet uit te brengen. Nee. Omdat je dan, ja, je zit met het weer, maar dadelijk in ja, september komt er een mooie uit met, let op, komt ie, Karen Welsing, Gradame, we hebben Len Jamans, we hebben Henk Benaar, we hebben Martin Kreté. Ja, dat zijn natuurlijk niet de mensen. Nee, absoluut niet. Nee. Ja. In welke oplage komt het blad uit? 1000 stuks. 1000 stuks? Ja. Ja. En die worden verspreid in Den Bosch? Ja, in Den Bosch omstreken gratis. Gewoon helemaal gratis. Ja, zullen we afspreken dat we sowieso ook een aantal bladen hier neerleggen in de kantine voor degenen die dat graag willen lezen? Doen we. Ja, maar dat vind ik altijd wel een leuke geste dat mensen die hier te gast zijn ook geïnformeerd kunnen worden over hun collega-artiesten. Ja. Ja toch? Ja, inderdaad. En ik bedoel, met een klein tipje van de sluier oplichten. Gradame, die was toen al bezig, hij is nu, inmiddels is hij uit. Mm-hmm. Met zijn de avond is, van de avond maken wij een siesta. Ja. Leen Zijlmans heeft hele leuke, aparte dingen. Henk Benaar, waar ik iets van kan gaan onthullen. Ja. En dat is een primeur, dat is leuk. Je mag er nog niks over zeggen, maar het komt wel goed. Oh, ik denk, nou, dat gaan we krijgen. Ja, nee. Zet hem al helemaal strak in. Nou ja, goed, Brabantallen. Het is volgens mij inmiddels al een klein beetje bekend. Okay. Brabantallen gaat er iets gebeuren. En daarnaast is het zo dat op Facebook tegenwoordig, ons mooie sterke medium, zie je voortaan seksfilmpjes voorbij komen en er worden artiesten ingetagd. Oh, heerlijk. Ja, nou, het is niet altijd even heerlijk, want het zijn de meeste pornografische filmpjes die je dan ziet. Artiesten hebben er overigens niks mee te maken. Oké. Je wordt getagd en zo. Ik heb geen flauw idee, Ben, maar het gebeurt wel. En dan denk ik bij mezelf van, ja jongens, ik heb dit moet niet kunnen. Ik had echt zoiets van, dan krijg je zo'n klein filmpje, ja, en dan moet je dat openen en dan denk ik van, dan zie je al een pas op, het kan soms nog een virus zijn ook. Een hele grote bips. Ja, nou ja, goed. Dat wil ik gewoon niet zien. Alles erop en eraan, zou ik maar zeggen. Terwijl ik alles wil zien. Ja. Dat hoef ik nou niet. Dan moet je toch maar ervan onder gaan kijken. En zeker niet zochtens vroeg als ik op Facebook kom. Nee, ik bedoel, er zijn dingen die moet je gewoon niet willen en ja. Wat daar de humor van is, weet ik niet. Nee. Geprobeerd te achterhalen waar het vandaan komt, maar je kan het niet vinden. Nee. En ik ben overigens zelf ook een keer getagd en met mijn eigen, nou leuk. Ja. Maar ja, nee.
Nee. Er zijn dingen. En als je het ook opent, dan komt het ook gelijk op jouw site te staan, waardoor jij gelinkt wordt aan een porno site. Overheer. Ja, dat is inderdaad, dat vind ik minder. Ik heb het gehoord dat een dating site ook zoiets belachelijks. Daar wordt erin getagd. Ja, dan denk je, wat is het voor onzin? Dus dan ga je het openen. Ja. Ja. En dan ben je gelijk lid van een dating site. En dan moet je daar nog maar eens een keertje van afzien te komen. Ja, dat is niet zo heel erg, Ben. Maar in jouw geval heb je 500 dates in één keer. In mijn geval belde mijn dochter van, wat ben jij nou mee bezig? Ja. Nou, dat soort dingen. Maar ik bedoel, dat is ook hetzelfde met dat pornografisch gebeuren. Dan heb je zoiets van, kom op, wij spreken Henk Benaar, wordt erin getagd. En dan heb je zoiets van, ja, Henk Benaar, porno, ja, ik bedoel, ja, het gaat nergens over. Het gaat nergens absoluut over. Niet. Nee. Ja, als iemand hondstrouw is aan Marika, dan is het... Dan is het Henk Benaar wel. Ik bedoel, wat dat betreft, die is nog trouwer dan onszelf. Ja, absoluut. Als het erop aankomt, ja. Dus ogen pijlen minder uit, maar hij is wel... En dan nog heel even terugkomen tot vorige week. Hebben we waardig afscheid genomen van Joel Sanders. Heel bijzonder. Ja, het was heel indrukwekkend. Ja. Voor mensen die erbij hebben of kunnen aanwezig hebben kunnen zijn. Ik moet zeggen, het was een waardig afscheid. Ja, zonder namen te noemen, maar ik miste één iemand in het bijzonder. Ja, inderdaad. Ja, ik ook, ja. Zijn we het daar over eens? En zijn we het heel snel over eens. Jammer. Ja, inderdaad, jammer. Een absolute gemiste kans, zonder enige naam te noemen. Zonder enige naam te noemen weten wij precies over iets gehad. Ja. Hey, wanneer komt nou de eerstvolgende regio? Is dat september. Begin september, eind september? Ja, ik denk half september zo'n beetje. Oké, want je hebt er ook in opgenomen Koken met, nu met Miranka. Gaaf. Ja, Miranka gaat het recept verzorgen. En ik mag wel zeggen, natuurlijk heb ik die al binnen, maar die is wel zo lekker. Maar het is niet zo dat je in het bijzijn van de artiest... dat de vrouw of de artiest zelf heeft wel koken, dat je dat ook gaat keuren en proeven. Nee. Het is puur een recept van de vrouw van de artiest of de artiest zelf. De vorige keer was het Karin. Ja. Karin Welsing. En nu is het Miranka. Miranka die heeft een heel leuk recept. Enfin, je moet me lezen, maar het is wel heel lekker. Maar misschien is het een leuk idee om iemand voor je karretje te spannen die dan daar gaat voortproeven om te zeggen van nou, ik geef mijn ongezouten mening erover. Ja, dat zou ik absoluut je dat willen doen, maar dan krijgen we problemen. Miranka en Henk, dat zijn zo'n drukke mensen. Ja. Volgens mij, ja, koken, dan moet je afspraak maken. En het was op zich al heel moeilijk om een afspraak te maken met Henk en Miranka. En die zijn heel, heel erg druk. Met alles erop en eraan. Ja, precies. Ja, ik zou Marjan Trum ook uit willen nodigen, want die hoort het per slotverrekening ook bij, maar die eet zo weinig. Ja, nou ja, goed, maar ja, misschien kan zij een keer een leuk recept verzorgen, wie weet. Oh, dat jongen, dan ben je helemaal goed daar. Ja, nou goed, wie weet, wie zal het zijn. Maar dan mogen jullie proeven. Ik heb net een snikkeld. Ligt niet aan mij, hè. Wat het hart van Vondels loopt erbij. Hallo! Ja. Snikker! Snikker, ja. Oké. Okay. Ik heb het alles vastgelegd. Doe maar even muziek, Ben. Doe maar muziek. Lekker live. Oh, geweldig dit. Verrukkelijk. Ja, heerlijk. Echt die snikkel. Snikker. Ja. Sorry, nee, maar... Ik ben er gelijk helemaal vanaf. Ja, dat dacht ik al. Begin september komt die uit. Ja. Wij zorgen dat we hier een paar exemplaren krijgen. Zeker. Ja. Nou hebben we 20, want dat is even een bruggetje, namelijk reclame wat ik ook wil gaan maken. Dan hebben we 20 september, hebben we ook weer de toppers van Oranje in de Ster in Nieuwkuik. Is overigens ook een sponsor van me. Ja. En daar ben ik bij aanwezig. Oké, helemaal geweldig. Ja. Wij mogen hier bij BNNL kaarten weggeven voor... De toppers van Oranje, mm-hmm. Ja, en we hebben het eerste uur al gedaan, er zijn er twee weggegaan. We hebben de tweede uur, er zijn er ook alweer twee weggegaan. En we hebben de derde uur, hebben we nog kaarten beschikbaar, die mogen we ook weer weggeven. Ja, één persoon met twee kaarten, je hoeft er niets voor te doen, alleen maar te bellen naar 0416-652-652. Okay. We geven je naam door en we zorgen ervoor dat de kaarten bij de kassa keurig netjes voor het ophalen liggen. Heb je gewoon een waanzinnige middag. 50 artiesten. Zo. Nederlandstalig. Ja. In de Ster in Nieuwkuik. Je kan het bij wijze van spreken bij goed weer op je fietsje doen. Ja, inderdaad. Ja, toch? En ik moet zeggen, in de Ster, ja natuurlijk, we mogen wel geen reclame maken. Want dan moeten we ook nog andere dingen gaan noemen. Maar ik denk wel, de laatste keer met de toppers van Oranje ook in de Ster. Want de laatste keer is volgens mij in Groningen ergens geweest. Ja. Nu weer, het is altijd een happening van je welste. Heel goed. Zonder meer. En het is, ja, als je erbij aanwezig wil zijn... Pak je kans. Ja, moet je zeker doen. Ja, jammer genoeg kan ik niet doen, want ik bij andere bezommeringen ben. Ja. Enkele duizenden kilometers verderop. Maar anders 3000 zeker weer in het Ja. Johan,
dit zover de regio-artiest. We gaan natuurlijk in september het blad weer verwachten. Volgende week praten we weer even bij over de andere nieuwe dingen die gebeurd zijn rondom de Nederlandstalige artiesten hier in de regio. Ik kan wel verklappen trouwens gisteravond, ja, dan zeg je van ah, dat is flauw. Maar Jolante en Wesley die krijgen een jongen. Zag ik toevallig op tv. Meen je dat? Ja, meen ik. Oh, en dat is dan wereldnieuws. Ik bedoel, wat is het geslacht van het kind van Jolante? Ja, sorry, we maken mij er nou uit als het maar gezond is. Ja, toch? Of werkt dat raar? Ja, ik denk het ook. Maar ja, goed. Kan je nagaan wat in wat voor dip de media zit? Ja, volgens mij ook. Ja, we hadden het er net over heel ruim met die verschrikkelijke gebeurtenis. Over die verpleegster die vermoord was hier in het Tweestraat. Hier in Waalwijk, ja. Ja, of in twee steden ziekenhuizen, ja. Een of andere geestelijk gestoorde. Er wordt door de media weer opgeklopt dat er twee ex-leden van Satudara, of meerdere ex-leden van Satudara, die zouden dan daar weer. Dan denk ik van, heb je nou niks anders? Nee. Nou, kan je echt niks anders melden? Doe je huiswerk, zou ik zeggen. En ga eens kijken van hoe het nou werkelijk zit, in plaats van zomaar iets te roepen. Maar ja, dat is media, hè? Dat is media. En ja, daar maken wij wel onderdeel van, hè, maar we blijven wel eerlijk. Het is komkommertijd. Ja. Ja, maar ik heb wel een lekkere zomer gehoord. Oké. Okay. Johan, okay. Hartstikke bedankt voor je komst in de studio. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Oké, okay. Hoi. Kleine man, een lach dat jou veel beter dan een traan. Zo zie ik jou het liefste. En als je weer verdrietig bent, dan ben ik er voor jou. Want jij bent opa's allerliefste kind. Ik hou zoveel van jou. Samen zijn we veilig, dan kunnen wij toch alles aan. Ik zal echt al mijn aan je geven, je bent het mooiste in mijn leven. Mijn kindje hebt verdriet, dat zie ik liever niet. Dus kom maar gauw bij mij. Dan tover ik heel vlug een lach bij jou terug en maak ik jou weer blij. En weet als je niet gaat, je oma naast je staat, ik zal er voor. Ik zal je al mijn liefde geven, ik sleep je er wel door. Want daar zijn opa's voor, daar ben ik opa voor. Want daar zijn ogen.